vandaag een heel belangrijke bezoek in de fabriek Nonspet. We verwachten Agnes Jongerius, die geïnteresseerd is iets over ons Nestle Needs Youth initiatieven te leren. En we willen graag uitleggen wat we hier in de fabriek Nonspet doen met het trainen en opleiden van jonge mensen. Dat is voor ons een heel belangrijke taak, omdat we als babyvoedingfabriek goed opgeleide mensen nodig hebben. En we zijn blij dat vandaag te kunnen laten zien. Ik ben hier vandaag in Nunspeet om te kijken hoe werkt het initiatief nou echt in de praktijk. Het vindt op meerdere plekken in Europa plaats, maar ik dacht, ik wil het hier wel eens met eigen ogen zien. Voor Nestlé vind ik het groot succes dat het project niet alleen heel veel jongeren binnenhaalt, maar ook heel groot succes is bij de huidige medewerkers, die het fantastisch vinden om mee te doen aan de initiatieven. En ik vind een groot winstpunt voor Nestlé dat we hebben geleerd om niet de usual suspects te recruteren, maar iets verder te kijken naar mensen hun achtergrond en andere achtergronden mee te pikken. En daar ook de parels mee bij Nestlé naar binnen te halen. Ik heb mijn eigen stagebegeleider en daar zit ik sowieso één keer in de twee weken mee. Daar kan ik op dat moment allerlei vragen aan stellen. Hij vraagt ook wat ik er zelf nog uit wil halen, wat ik er nog van wil leren. En op die manier gaan we eigenlijk samen kijken naar wat ik voor hun kan doen, maar ook voor mezelf, zodat ik dat in de toekomst kan gebruiken. Nestlé is echt een bedrijf van hey, je moet jezelf ontwikkelen, maar als je vraagt, krijg je ook hulp. Dus dat is met name wat ze je ook meegeven zodra je hier binnenkomt. Hey, zolang je maar heel veel vraagt en hulp vraagt, wil iedereen je helpen. En dat doen ze ook echt. Dus dat is echt een voordeel van bij Nestlé werken. Mijn persoonlijke ervaring dat je de energie pakt om jongeren meer kansen te bieden, die voel ik zelf. Maar die zie ik ook bij mijn collega's in de rest van de organisatie. Wat ik mooi vind is dat mensen zeggen dat ook de bestaande collega's er energie van krijgen om met meer jongeren in de buurt te werken. Dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk dat veel collega's het leuk vinden om hun steentje bij te dragen. Volgens mij is dat eigenlijk de kern van een succesvol project. Als mensen niet denken, daar heb je ze weer van het hoofdkantoor met het volgende gekke idee. Ik denk dat politici zich met name moeten gaan focussen op startende werknemers die net afgestudeerd zijn en direct een baan eigenlijk moeten krijgen om werkervaring op te kunnen. Het probleem van de jeugdwerkloosheid in Europa is zo groot dat we meerdere enthousiaste verhalen nodig hebben om daar een beetje een deuk in te slaan. Dus goede verhalen, mooie praktijk laten zien, volgens mij is dat nuttig. Ik heb het al een aantal vriendinnen verteld, ook vrienden en vriendinnen die zeggen ook oh, wel echt stage lopen volgend jaar. En ja, dan leg ik eigenlijk uit dat je binnen Nestlé ontzettend veel mogelijkheden hebt in elk vakgebied eigenlijk. Dus dat ze daar zeker even een blikje moeten werpen op de website. Ja.